Yvonne Koldeweijer zorgt samen met andere juicekanalen regelmatig voor de nodige opschudding. Veel BN'ers, denk aan Irene Moors, vinden dat allemaal walgelijk. Die willen gewoon weer terug naar de situatie dat RTL Boulevard en Shownieuws de poortwachters van de showmedia waren en alle sleaze en dirt gewoon geheim bleef. Ook voor Ruud de Wild is de maat vol. Yvonne bracht laatste primeur dat zijn vriendin Olcay Gulsen zich, vandaag, voor de rechter moet verantwoorden voor een lening die ze zou hebben afgesloten bij haar ex-schoonmoeder. Ze zou 100.000 euro hebben geleend toen haar bedrijf Supertrash wankelde en dat nooit hebben terugbetaald. Het zit Ruud kennelijk hoog dat dit nieuws door Yvonne op straat is beland, want hij ging gisteren in zijn radioshow op NPO Radio 2 helemaal los op de juicekoningin. Hij walgt van haar berichtgeving over de vreemdgaande Whalen en hekelt de juice die haar collega's van Juice Channel hebben verspreid over Simon Keizer. Ruud houdt alle geruchten niet meer bij. Whalen schijnt dan doktertje te hebben willen spelen met iemand en die is daar boos over, want Whalen blijkt geen dokter te zijn. Maar wat blijkt nou? Die Bibi Breiman heeft dus foto's gemaakt van Nick terwijl Simon het aan het doen was met Nick. Of misschien haal ik nu dingen door elkaar, grapt hij. Dan, wat rumoerig is het toch allemaal. Wat maakt mij het nou uit wie het met wie doet? En wie een mancave heeft en wat hij het met wie ook doet? Wat een rare wereld dat we tegenwoordig juice channels hebben. Iemand heeft een vermoeden, dondert dat op een juice channel en vanaf dat moment is het nieuws. Yvonne Koldeweijer roept gewoon dingen. BN'ers moeten met rust gelaten worden, vindt Ruud. Wat mensen doen moeten ze lekker zelf weten, zolang het geen kinderen, dieren of entiteiten zijn die zich niet kunnen verweren. Bemoei je toch niet met elkaar, weet je. Vivienne van den Assem, presentatrice van RTL Boulevard en sidekick van Ruud, vindt het ook kwalijk. Ja, het wordt zomaar de wereld ingeslingerd zonder over de gevolgen na te denken. Boulevard is veel journalistieker, zegt ze. Ja, zij zegt dan dat zij daar haar spionnen voor heeft, dus dat het bevestigd wordt. Zo werken wij dan niet, maar als het gecheckt is en we weten hoe het ervoor staat, dan zit het soms in de uitzending. Soms ook niet. Dan verliest Ruud zijn zelfbeheersing. Zo'n Yvonne Koldeweijer, dat is gewoon een psychopaat. Ja, nee, sorry, maar het is gewoon een psychopaat die gewoon dat soort dingen maar roept. Van horen zeggen. Ja, van mijn spion. Ja, hoe komt die spion eraan, Engert? Zo is het toch? Waar maakt Ruud zich eigenlijk zo druk over? Heeft hij zelf iets te verbergen? Zo gaat het dus wel. Als je een grote bek erover hebt, dan gaan ze je pakken.